Welkom bij de Golf.nl Test Flight. Deze keer vanuit het noorden in de provincie Drenthe. We zijn te gast bij Golfclub Havelte. Hier zijn de spelers. Ruben, Darko en Leo. Zij gaan de baan en faciliteiten kritisch maar eerlijk beoordelen. Goedemorgen. Dag. Goedemorgen. U komt voor de testflight. Dat zijn wij. Ja, ja, prima. Mag ik u een geelpasje zetten? Ja. Oh, in mijn portemonnee. Ik ga hem even pakken. Ja. Ik ben vanochtend om 8 uur in de auto gestapt. Ik heb ruim 2 uur over gereden, dus meer dan 200 kilometer weg. En dat is juist het mooiste. Dan zie ik je andere banen dan bij ons in de omgeving. Waar ik op gelet is op de kwaliteit van de baan zelf uiteraard. Hoe zijn de fairways? Zijn die makkelijk te benaderen? Hoe zijn de greens? Zijn die prettig speelbaar? En hoe is de totale layout van de baan? We hebben geen vaste starttijden, dus als u eerst koffie wil drinken, dan kan dat. Voor Ruben is het beoordelen van een baan dagelijkse routine. Ik werk bij leadingcourses.com, dat is een beoordelingswebsite voor golfbanen. En we hebben eigenlijk als ambitie dat iedereen op basis van onze beoordeling en data gaat bekijken waar hij de volgende keer wil gaan spelen. Het is best groot, hè? Het is groter dan ik dacht. Ja, ziet er goed uit. Een positieve beoordeling dus. Door naar de range. Nou, we krijgen hier ook halve ballen, dus een keer verrassend. Dus het is 29,5. 29,5, oké. Geen 30, maar 29,5. Kijk hoe ver die komt. Leo komt uit de buurt en kent de baan. Daarom is hij vandaag de course manager. Het advies is om hier wat rechts te blijven. Ja, vooral rechts aanspelen. Dat gaat meestal vanzelf, dus dat is geen enkel probleem. Oké. Ruben heeft de eer. Gevolgd door Leo en als laatste is Darko aan de beurt. De testflight is gestart. Golfclub Havelte grenst aan natuurgebied het Ulfter Zand. En dat betekent rust, ruimte en rough. Ik heb er een bloedhekel aan. Maar goed, het hoort bij het spelletje, hè? Leo laat zich niet misleiden door de rough en maakt deze prachtige birdieput. Ondertussen heeft Darko wat problemen en hij maakt kennis met een ander fenomeen, de pechvogel. Ben je onderweg mijn spel tegengekomen, want ik ben hem verloren. Ik ben hem helemaal kwijt. Hij is lang. Het is echt een lange baan. Ik heb net even op de kaart gekeken. Hij is ruim 6000 meter. Dus het is veel drivers slaan. Als die nou net niet loopt, dan ben je een mooie pin uit. Bij de testflight hoort ook een stukje broederschap. Ruben en Leo helpen Darko met het zoeken naar zijn spel. En dat lijkt succesvol. Nee, daar zijn we nog steeds op zoek. Ja, die ligt daar. Het rondje nadert het einde. De spelers halen nog een keer alles uit de kast om mooie ballen op de green te slaan en dat lukt. Helaas gaat deze birdieputter net niet in voor Leo. Maar de laatste puts worden wel gemaakt op hole 18 en zo komt er een einde aan deze testflight. Onder leiding van Ruben gaan de heren aan de slag met de beoordeling. Eerst is de golfclub algemene indruk. Gasvrij, aardige mensen. Ja, zeker. Ja. Ja, ben ik met je eens. Ik vond het wel een 8. Ja, de baan zelf ook, hè? Ja. Ja, ook een 8. Schitterende baan. Uitdagend, leuk voor iedereen. Nou ja, het onderhoud van de golfbaan vond ik zelf hartstikke goed eigenlijk. Vind ik weer richting de 9. Ja, goed onderhouden, fairways en greens. Echt. Ja. Ja. Even een puntje van kritiek wat ik nog had, is dat zo af en toe de teeboxen, dat die nog wel een klein beetje oneffen zijn. Bijzonder prettig om te spelen. Vooral omdat er, los van de hindernissen die zitten, is het out of bounds bijna onmogelijk. Nou, dan gaan we naar de prijs-kwaliteit verhouding. Ja, een green fee van 52,50. Ik vind het meer dan de moeite waard voor een baan als deze. Zeker weten. Een hele schappelijke prijs. Als alle cijfers zijn ingevuld, tellen we die op, delen we die door 3. En dan krijgt Golfclub Havelte van onze testflight een 7,7.